Hi Weegschaal, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 13. En dat is van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Weegschaal alsof deze week een week is waarbij je aan het onderzoeken slaat van wat kan ik nu eigenlijk gaan doen. Je lijkt heel veel behoefte te hebben om in beweging te gaan, om iets te veranderen. En ik heb het idee dat je daar ook wat aan het oefenen en aan het proberen bent. Je bent wat aan het zoeken van wat kan ik nu eigenlijk gaan doen. Het kan zelfs zijn dat je misschien wat onvoorbereid een bepaalde situatie ingaat. En dat kan dan betekenen dat het bijvoorbeeld anders gaat uitpakken of in ieder geval niet de uitslag is die je graag zou willen. Geef daarin ook niet meteen op. Het lijkt alsof je misschien wat spontaan of snel bent gegaan in een bepaalde situatie. En het lijkt alsof je daar echt wel op de juiste weg zit. Alleen misschien heb je net een verkeerde afslag genomen. Dus geef het niet meteen op. Het lijkt gewoon vooral alsof je alsof je niet helemaal goed voorbereid bent geweest. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat een stukje gewoon even iets tegenvalt. Dat hoeft niet per se heel negatief te zijn. Alleen je had misschien de resultaten groter verwacht. Kijk ook voor jezelf hoe je dat kan aanpassen. Want ik zou dus niet zeggen, geef het op. Ik zou vooral zeggen, pas de weg er naartoe. Echt voor jezelf aan. Want dan kun je betere resultaten voor jezelf gaan behalen. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.